Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie meenemen. Eerst naar Brussel, daarna vliegen we naar Londen. Ik heb op dit moment een fantastische outfit aan. Ik moet spreken op een evenement als expert influence marketing via Twitch. Ik ga niet vertellen wat ik allemaal aan heb, waar het van is. Want ik ben super gestrest, want ik moet eigenlijk vertrekken. Dus ik zie jullie in Brussel. Zo, ik ben aangekomen in Brussel. Ik riep de hele week dat ik naar Leuven ging. Had niet goed op papier gekeken, dat was dus in Brussel. Dus daar ben ik nu. Ik heb 2,5 uur in de auto gezeten. Dus ik ben een beetje gaar om eerlijk te zijn. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik neem eigenlijk gewoon een kopje. En dan gaan we lekker spreken over Twitch. Dan ga ik die game developers even vertellen hoe ze hun gamepjes moeten promoten of verkopen op Twitch. Streamers. Dus dat is het plan vandaag. Ik ben benieuwd dat ik kan filmen. Misschien heb ik heel weinig clips, maar dat zien we dan wel. Ik spreek jullie later. Volgens mij ben ik nog nooit in Brussel geweest. Ben het eigenlijk echt... Als ik in het buitenland ben, ben ik natuurlijk ook. Want Nederland is geen België, maar het lijkt bijna alsof ik al in Londen ben. Terwijl we daar pas vanavond zijn. Hier is zo dadelijk mijn sofa sessie, dus ik ga daar zitten, daar op dat lijstje daar staat mijn naam. En dan gaan we lekker praten over Twitch. Zo, het zit erop. Ik kon niet zo heel veel vloggen, want ik was best wel druk. En nu heb ik even een Uber besteld, want het was best een eindje lopen. En ik heb een beetje last van mijn voeten gekregen op deze bakken. Voor een stukje van 15 minuten lopen heb ik een Uber besteld. Maar dan kan ik in ieder geval wel vanavond nog lopen. Dus dat is belangrijk. En nu gaan we dus naar Londen. Spannend, maar toch niet, want we hadden een half uur vertraging. En hier is de bende van ellende. Robin, Lando en Dimitri. En jullie kunnen hun vinden in de beschrijving beneden als je wil meer weten van deze hot boys. Nando is een FIFA gamer. Nee, grapje. Dat vindt hij niet leuk als je dat zegt. Minecraft, toch? Je hoort het. Nando is goed in alles. En Dimitri die speelt altijd van die gekke games als ik hem host. Gekke games. Van die alien games en zo. Alien games? Ja, ik weet het niet meer. Dus wij zijn met z'n vieren aangekomen hier in Londen, want we gaan naar TwitchNL Summit. Twitch Tour. In Londen, heel vreemd. Maar we zijn heel erg benieuwd of wij dan dadelijk de enige vier zijn. Of dat er ook echt daadwerkelijk andere mensen komen. Maar dat zien we morgen. We gaan zo naar met de trein. Hier is mijn kaartje. Naar het centrum van Londen. Nanda zit me aan te kijken, oh, zij is retarded. Dan gaan we naar het hostel, wat vier stapelbedden heeft. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er ook uitziet. Dus geen bestek. Geen bestek. Er is geen bestek bij van mij. Waarom niet? Er zijn ook geen handdoeken, die moesten we ook al meenemen. Had dat gezegd van een bestek? Ik kan echt niet zonder bestek. Laat helemaal meer. Dus ik ben heel benieuwd naar dat hostel hoor, dat wordt wat. We zitten in de trein en ik zie dat je mij gefilmd hebt. Hier op Snapchat. Oh, op Snapchat. Ja. Ga naar het hostel, het Hilton. How you doing? Goedemorgen. Het is dag 2 in Londen. Ja, we zitten in de hotelkamer. Hostelkamer moet ik zeggen. Het stelt niet zoveel voor. Kijk. Ja, ik heb wel een mooi bed. Kijk, we hebben twee stapelbedden. Dat dachten we, dat was het plan, dat we dat hadden. Maar schijnbaar hebben we ook een tweepersoons bed. Dus die heb ik geclaimd. Super chill, ik heb echt super goed geslapen. Nando en Robin waren nog even de stad in geweest. En die kwamen om 3 uur thuis. Ik heb ze echt niet thuis horen komen. En ze schijnen echt heel luidruchtig te zijn geweest. Maar ik heb niks gehoord. Dus ik was moe, schijnbaar. Oké, vandaag gaan we naar Twitch en gaan we van alles doen. En ik hoop dat ik een hoop kan vloggen. Maar dat zullen we wel zien in de vlog.
Ik wilde gewoon een shot van dit en dat. En daar heeft gewoon zijn middelvinger. Normaal zeg ik daar echt wel wat van, weet je wel, als iemand zo brutaal doet. Maar ik denk, weet je, ik negeer hem. Ja, echt raar. We zijn aangekomen bij de Twitch Tour Londen. We zijn echt heel fijn dit. Fijn. En we hebben swag gekregen. Kijk deze. En er zit van alles in. Maar dat zal ik jullie zo even laten zien. Dit is de tas. De sweater erin. Deze. Een koffiebeker voor onderweg. Twitch Tour notebook. Met een pen van Twitch. Oh, die is cool. Kijk dat toontje. En een oplader. Nu word ik ook YouTuber. YouTuber? Hoe heet zo'n video dat je kleding gaat passen? De shoplog. De shoplog. Ja, het is vanmiddag vaak blij. Oké, we zijn wat later op de dag en we hebben inmiddels nieuwe Nederlandse partners gevonden. Dit is Evelien, deze toch? Ah ja. En maar je heet toch Evelien? Ja. Ja, precies. Maar ja, jij streamt niet in het Nederlands, maar je bent wel Nederlands. Dus dat maakt jou een Nederlandse streamer. Ja. Ik denk, yay, Nederlanders. We zijn echt maar met 6 mensen hier of zo, dus het is echt heel weinig, al die Engelsen hier. En hier aan de andere kant zit Felix. En Felix is een Roblox streamer. Ik hoop echt dat niemand dit gaat zien die ik ken. Lekker. Wow, zing je? Eigenlijk wilde ik de vlog afsluiten, want volgens mij wordt dit weer een hele lange vlog. Sorry daarvoor. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Geef het natuurlijk een dikke duim omhoog, want de middelvinger is zo agressief. En vergeet niet te commenten, liken en natuurlijk te abonneren. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei! Mag ik aan jullie voorstellen de Yobi Gorillapod Rick. Gorillapods bestaan al 10 jaar, iedereen kent ze wel. Topvlogger Casey Neistat maakte de Gorillapod bekend onder vloggers. Een rig is een videostatief die je goed stabiel kunt houden. Je kunt bijvoorbeeld één van de 3 pootjes op je schouder leggen en de andere 2 als handvat gebruiken tijdens het filmen. Hij is geschikt voor alle camera's en hij kan zelfs tot 5 kilo dragen, dus echt stevig. Je kunt het makkelijk neerzetten, ergens omheen buigen of als selfie stick gebruiken. Er is ook een Yobi Gorillapod Mobile Rig. Hiermee kun je op diezelfde manier filmen, maar dan met een smartphone. Ik ben zelf erg groot fan van de Yobi Gorillapod Rig. Ik gebruik hem zelf tijdens het streamen om mijn webcam op te plaatsen. En natuurlijk voor het vloggen. Daarom ben ik deze samenwerking met Yobi ook aangegaan. Mocht je meer willen weten, klik dan op de link in de beschrijving.